Goedemiddag. Ik ben hier op bezoek bij Henk Tennekes, toxicoloog die woont in Zutphen. En ik wil hem graag wat vragen stellen. Goedemiddag. Hallo. Ik ben heel blij dat ik u wat vragen mag stellen. Kunt u vertellen hoe u vanuit uw beroep als toxicoloog zich met het onderwerp van de bijensterfte bent gaan bezighouden? Ja, eigenlijk heb mijn interesse gewekt in begin 2009. Toen kwam er een rapport, een officieel rapport, werd ingediend bij het ministerie van Landbouw van de groep in Wageningen. En mij viel bij het rapport op dat er heel weinig, het ging over bijensterfte en de verhoogde bijensterfte. En mij viel op dat er heel weinig over insecticide werd gepraat in dat rapport, alhoewel het eigenlijk zeer voor de hand lag. Dat insecticiden in ieder geval een potentiële rol zouden kunnen spelen bij bijensterfte. En ik ben me toen wat gaan verdiepen in de problematiek en stootte al heel snel op een nieuw insecticide, een nieuwe klasse van insecticiden, zogenaamde neonicotinoïden, waarvan de belangrijkste vertegenwoordiger het imidacloprid was, die in de 90-jaren in Frankrijk al voor veel commotie had gezorgd onder imkers. En waar in Frankrijk ook onderzoek naar was gedaan. En waaruit gebleken was dat het zeker een rol bij bijensterfte zou kunnen spelen. Oh, dus in Frankrijk wist men al dat dat middel wat onder de neonicotinoïde valt, dat dus heel giftig is eigenlijk voor bijen. Ja, er was een rapport van een commissie die benoemd was door de door het Franse ministerie van Landbouw. En die commissie kwam tot de conclusie dat de insecticiden, de nieuwe generatie insecticiden, een rol speelde bij de verhoogde bijensterfte. En als u spreekt over verhoogde bijensterfte, hoeveel verhoogd is die bijensterfte dan? Ja, normaal sterfte heb je een wintersterfte van 5-10%. Dus 5-10% van de bijenvolken overleeft de winter niet. Maar in dit geval liep het op tot 25-30%. En bij die verhoogde bijensterfte leek dus volgens de Franse experts die neonicotine een rol te spelen. En nu is er pas een uitzending Zembla geweest over bijensterfte. Daar werd ook gezegd dat die bijensterfte toch wel heel ernstig is en grote gevolgen kan hebben ook voor ons als mens. En daarin werden ook een onderzoeker van de Universiteit van Wageningen aangehaald die zei dat het vooral de varroa-mijt is die dan die verhoogde bijensterfte veroorzaakt. Wat vindt u daarvan? Nou, dat ben ik helemaal met Geert Blokker eens. De varroa-mijt speelt een primaire rol bij de bijensterfte. Maar waarschijnlijk is de bijensterfte, en dat blijkt ook uit een recent rapport van de Verenigde Naties, niet de enige factor die bij de verhoogde bijensterfte een rol speelt. Monoculturen spelen een rol. Eenzijdige voeding dus, maar waarschijnlijk ook de neonicotinoïde insecticide. Mm-hmm. En wat mij aan het denken gezet heeft en wat ik uiteindelijk ook toen later gepubliceerd heb, is dat deze stoffen zich zo gedragen als kankerverwekkende stoffen. En dus we weten voor kankerverwekkende stoffen dat er geen veilig expositieniveau is. En dat betekent dat voor die neonicotinoïde insecticiden wel eens hetzelfde zou kunnen gaan. Dat ze dus al bij zeer lage doseringen op de lange termijn giftig zijn voor bijen. En juist die chronische toxiciteit bij bijen is eigenlijk onvoldoende onderzocht. Dus wanneer wordt beweerd dat het niet aangetoond is, dan komt dat misschien
omdat het ook onvoldoende onderzocht is. En ik denk dat het wel van groot belang is, omdat als het een kankerverwekkende stof is, dan zal het dus ook voor mensen kankerverwekkend zijn. En is het dus ook zeker in het belang van de bevolking om hier meer vanaf te weten, toch? Nou, als ik zeg, ze lijken op kankerverwekkende stoffen, bedoel ik daarmee niet dat ze zo werken, dat ze ook kanker veroorzaken. Maar in hun werkingsmechanisme gedragen ze zich als kankerverwekkende stoffen. Dat zou ik nader kunnen uitleggen. Maar het komt erop neer dat er een stapelingseffect optreedt. Dat de beschadiging die veroorzaakt wordt onomkeerbaar is, irreversibel is. En je in de loop van de tijd dus een steeds verdergaande beschadiging van het organisme, met name van het centrale zenuwstelsel krijgt. Waardoor uiteindelijk het functioneren van de bij en van het bijenvolk negatief wordt beïnvloed. En ook sterfte van de kolonie een gevolg kan zijn. Omdat de bijen minder efficiënt voedsel fourageren en bovendien hun navigatievermogen ook aangetast kan worden. Er zijn ook aanwijzingen in de laatste jaren dat het immuunsysteem misschien door deze stoffen gecompromitteerd wordt, dat al bij hele geringe doseringen. En bedoelt u dan het immuunsysteem van de bij of van de mensen? Nou, dat is de vraag. Kijk, de mens is veel minder gevoelig voor deze stoffen. Maar bij hoge doseringen treden er ook vergiftigingen van het centrale zenuwstelsel op. En aangezien we te maken hebben met een stapelingseffect, is dus niet, op dit moment nog niet af te zien wat eventueel de gevolgen voor de mens zouden kunnen zijn. Maar denkbaar is dat op de lange termijn, en dan praat je dus over decennia, ook een effect bij mensen misschien kan optreden. Mm-hmm. Het probleem van deze stoffen is ook dat ze systemisch zijn. Vroeger bespoot je een gewas met een insecticide. Tegenwoordig zitten ze al in het zaadje en worden met de groeiende plant opgenomen in alle delen van de plant. Dus op het moment dat je een zaadje plant, dan is eigenlijk de hele plant al begiftig, bedoelt u? Is giftig voor insecten geworden. Uh-huh. En het probleem is dat je daarmee de stof ook in de voedselketen brengt. En nu kan je keurig zeggen, ja, die geringe hoeveelheden zijn te gering om iets te bewerkstelligen. Maar in de loop der tijd, als je stapelingseffecten krijgt, kan het wel degelijk iets zijn. Hoe zit het met de biologische afbreekbaarheid van pesticiden? Hoe lang blijft een stof, zo'n pesticide, in het milieu? Nou, helaas heel lang. En dat, kijk, omdat het systemische insecticiden zijn en ze dus de plant moeten beschermen tegen insecten, zijn ze relatief moeilijk afbreekbaar in een waterig milieu. En wanneer ze in het grondwater terechtkomen of in de bodem zitten, worden ze dus ook moeilijk afgebroken. Zo kennen we bijvoorbeeld een neonicotinoïde insecticide met de naam clothianidine, die in sommige bodems een halfwaarde tijd heeft van bijna 20 jaar. Oei. Dus na 20 jaar zit er nog de helft van de stof in de bodem. En dat is ook een groot probleem, omdat daardoor waarschijnlijk door die stapelingseffecten ook de insecten in de bodem, die belangrijke functies in de bodem verrichten, in hun functioneren worden aangetast. Dus we krijgen op dit moment, we zien, en het probleem bij deze stoffen, wat we van Nederland weten, is dat ze zich, vooral het imidacloprid, zich in het oppervlaktewater bevindt. En doordat het zich in het oppervlaktewater bevindt, kan het zich door het gehele milieu verspreiden. En dus ook wilde planten kunnen deze stof weer opnemen. En daarmee worden wilde planten ook giftig voor insecten. En we zien op dit moment, naar mijn oordeel, een achteruitgang van de insecten. Vroeger, als je met je auto een rit doet in de zomer, maakte, moest je vaak insecten van je voorruit halen. En dat hoeft tegenwoordig niet meer. Dus er zijn duidelijke aanwijzingen ook dat de vlinderstand
enorm achteruit gaan. Dus daar waar we insecten monitoren, zien we dat ze achteruit gaan. Bovendien insectenafhankelijke vogelsoorten gaan ook in Nederland hard achteruit. Dus er zijn heel veel aanwijzingen voor een algehele achteruitgang van de insecten. En dat kan natuurlijk zwaarwegende gevolgen hebben. Wat u eigenlijk zegt is, die bestrijdingsmiddelen die komen in het grondwater terecht. Daardoor de insecten die in de grond zitten, die krijgen dat binnen. De vogels die insecten eten, die krijgen dat dan ook binnen. Dus ook die vogels lijden er dan onder, toch? Eigenlijk is de problematiek met de vogels een indirecte. In die zin dat ze weinig minder insecten vinden. Op dit moment is dat waarschijnlijk de hoofdoorzaak van hun achteruitgang. Maar er zijn natuurlijk ook stapelingseffecten mogelijk. Mm-hmm. Dat is nog niet echt goed onderzocht. En wat betreft dat grondwater, de waterschappen, zouden die ook niet in de gaten houden hoeveel pesticiden er worden gemeten in het grondwater? Is het niet dat zij dat ook monitoren? Dat doen de waterschappen en daardoor weten we dat eigenlijk ook. Nederland heeft een heel netwerk van metingen die door waterschappen worden uitgevoerd. En daaruit is inderdaad bekend geworden dat met name het imidacloprid een enorm probleem is geworden. Ja, want op uw website daar zag ik een heel verhaal over de Randstad en de enorme normoverschrijdingen van de imidacloprid in oppervlaktewater. Mm-hmm. En daar zag ik getallen waar ik echt van schrok. Zoals Noordwijkerhout 24.000 boven de norm. Ja. 24.000 maal. Ja. Kunt u dat verklaren? Ja, dat is goed te verklaren, omdat de bodemteelt plaatsvindt op zandgrond. En zandgrond houdt in de regel heel weinig vast. Dus wanneer die insecticiden in de bodem terechtkomen, worden ze heel makkelijk uitgespoeld naar het grondwater. En dat is ook wat we zien. Bovendien worden heel veel bestrijdingsmiddelen ingezet in de bodemteelt. En dat maakt het probleem nog ernstiger. In het programma Zembla werd ook gesproken over de golfvelden waar dan veel insecticiden worden gebruikt. Hebt u daar ook al iets over gehoord of contacten mee gehad met golfers? Ja, ik weet dat er in mei 2010, geloof ik, heeft het CTGB, het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, die heeft het Merit Turf toegelaten. En dat is voor de bestrijding van engelingen en emuilten in openbaar groen gedacht. De Bijenstichting heeft daar een protest tegen ingediend, wat op dit moment in behandeling is. Er bestaat natuurlijk een gevaar dat de oppervlaktewaterproblematiek zich daardoor nog verder zal verscherpen. Omdat met neerslag dat spul uitgespoeld kan worden in het grondwater. Ja. We hebben ook kort geleden een debat in de Tweede Kamer gehad over die gewasbeschermingsmiddelen. Ja, ze worden dan zo mooi genoemd. Dat zijn de insecticiden. Daarin werd aan minister Bleker gevraagd om toch heel kritisch te zijn op het gebruik van die gewasbeschermingsmiddelen. Hebt u nou na dat debat meer hoop op een goede regeling of niet? Nou, de motie Ouwehand is aangenomen. Ja. Waarin de regering wordt gevraagd om de giftigheid van deze stoffen op de gezondheid van bijen opnieuw te bekijken. En het CTGB is daar op dit moment mee bezig. En ik hoop dat dat toch ertoe zal leiden dat ook nieuwere inzichten mee worden genomen. En dit uiteindelijk gaat leiden tot een verbod op neonicotinoïden, insecticiden. Hun werkingsmechanisme en de oppervlakte watervervuiling zijn reden genoeg om het gebruik van deze stoffen te verbieden. Maar is uw doel vooral om de neonicotinoïden te laten verbieden of ziet u het eigenlijk nog breder dan dat? Ik zie op dit moment eigenlijk de neonicotinoïden als het grootste probleem. Ja. En is het CTGB daar ook van overtuigd of eigenlijk nog niet?
dat zal moeten blijken. Ze zijn met de evaluatie bezig. En dat moeten we afwachten. Hebt u het in het verleden contact gehad met de politici over dit onderwerp of niet? Ja, ik heb in november 2010 heb ik deelgenomen aan een rondetafelconferentie in de Tweede Kamer over bijensterfte. En daar heb ik dit verhaal ook verteld. En tot nu toe heeft het nog niet tot maatregelen geleid. En ik ben van mening dat de oppervlaktewaterproblematiek nu zo dramatisch is dat maatregelen niet uit kunnen blijven. Ja, want u zegt eigenlijk van als er de bijensterfte zo enorm toeneemt, dat heeft, zal hele grote gevolgen ook voor de mens hebben. Welke precies? Dat is waar, maar het zijn ook niet alleen de bijen. Mm. Dit beïnvloedt alles. Ja. Maar alleen de bijensterfte, als de bijen verdwijnen, dan collabeert ons ecosysteem. Mm-hmm. Ik bedoel, de 80% van de plant zijn voor de bestuiving, voor een voortplanting, afhankelijk van insecten. Ja. Als die verdwijnen, is het ook met ons gedaan. Mm-hmm. Dus u ziet de toekomst wat dat betreft niet heel erg vrolijk tegemoet, als ik het zo mag zeggen. Juist met deze kennis en alles wat u gepubliceerd heeft in het boek, komt daar niet een heel vrolijk beeld uit natuurlijk. Nee, ik noem het boek Disaster in the Making en ik kan alleen maar hopen dat er een bewustwordingsproces plaatsvindt en dat ook de overheidsinstanties nu het gevaar zien en in hun besluitvorming meenemen. En dat hopen wij zeker. Maar hebt u ook contacten met de bijenhouders of imkers om die boodschap verder de wereld in te brengen? Er zijn discussies hebben plaatsgevonden ook met imkers. Alleen waren de vertegenwoordigers van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging tot nu toe niet overtuigd dat de neonicotinoïden een rol spelen. Of ze die mening altijd nog toegedaan zijn, weet ik niet. Als ze uw boek hadden gelezen, dan waren ze waarschijnlijk van andere mening overtuigd geraakt. Nou, dat hoop ik zeer. Ja. Ik kan er geen oordeel over vellen. Nee. Maar zij houden dan vast aan de mening dat de varroa-mijt een grote boosdoener is? Is dat het een beetje? Nou, ik denk dat dat de algemene positie is. En daar is ook geen controverse over dat de varroa-mijt een belangrijke doodsoorzaak is voor bijen. Het probleem is, waar we elkaar nog niet gevonden hebben, is welke rol de neonicotinoïden bij de bijensterfte spelen. Maar ik hoop dat er binnenkort wel dat we het wel met elkaar eens kunnen worden. Mm. Is het een beetje ook een kip of het ei verhaal van waarom worden mensen ziek? Ze hebben een slechte weerstand en daardoor krijgen ze griep? Of is het een virus wat in de lucht zweeft waardoor mensen die griep krijgen? Heeft het daar ook een beetje mee te maken? Nou, het is natuurlijk. Kijk, bij de varroa-mijt kun je bijvoorbeeld afvragen, als die er al 40 jaar is, waarom is die dan eigenlijk in de laatste 10 jaar tot zo'n probleem geworden? Dat geldt ook voor virussen. Zou het niet zo kunnen zijn dat het poetsgedrag van bijen beïnvloed wordt, of het immuunsysteem onderdrukt wordt, waardoor een gevoeligheid ontstaat voor pathogenen? Het hoeft elkaar helemaal niet te weerspreken. Het is zeker denkbaar dat deze factoren met elkaar een probleem veroorzaken. Maar in uw boek maakt u dat heel erg duidelijk, hè? Welke insecticiden er zijn en wat de gevaren daarvan zijn. Dat boek is ook te downloaden, hè, op internet. Dat kan ook op die manier gekocht worden. Ja, het kan besteld worden als hardcover. En dan kost het €29,95. Maar als je al een e-book wilt hebben, dus een pdf, ben je een tientje kwijt. En ja, dat kun je direct downloaden van de website. Mooi. Ja. www.disasterinthemaking.com. Uh-huh. Hebt u veel reacties op de uitkomen van uw boek gehad? En zo ja, welke? Ja, er is vooral interesse in Amerika, in Engeland. Het komt natuurlijk ook gedeeltelijk omdat het in het Engels geschreven is.
Maar ook in landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. En Italië en Frankrijk is er zeer veel interesse voor het boek. Merkwaardig genoeg iets minder in Nederland. Ja, dat moet nog komen. Misschien na vandaag wordt dat beter dan, hè? Ja, ik hoop het. Ja. U bent ook voor een lezing in Duitsland in Heidelberg geweest. Ja. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, dat was een lezing aan de universiteit van Heidelberg. Ik heb 5 jaar lang aan het Duitse kankercentrum in Heidelberg gewerkt. En het was dus heel leuk om daar, vooral daar, dus die voordracht te geven. Mm-hmm. En het was ook interessant dat alle belanghebbenden bij die voordracht geweest zijn. Dat het ook opgenomen is en op YouTube bekeken kan worden. En er is heel veel interesse voor die voordracht. Dus dat is heel plezierig. En ook met wetenschappers daar, hebt u nog contacten? Ja, er bestaan contacten en ik hoop dat we dat uit kunnen bouwen en dat we toch met z'n allen iets kunnen bewerkstelligen. Mm-hmm. Ja, want uw boodschap is natuurlijk niet alleen voor wetenschappers, maar ook voor mensen die gewoon nu daar kennis van hebben genomen. En die gaan beseffen dat die bijensterfte een groot probleem is en dat insecticiden een probleem zijn. En wat zouden dan kijkers die hier iets mee willen doen, wat zouden die kunnen doen? Voor bijen? Ja, er zijn hele goede initiatieven om bijvoorbeeld tuinen bijvriendelijk in te richten en het openbare groen bijvriendelijk in te richten. En dat is absoluut lovenswaardig. En ook dat moet ook absoluut gestimuleerd worden. Want het is belangrijk om een wat meer gevarieerde voeding voor bijen te bewerkstelligen. Het probleem is alleen de milieuverontreiniging met die neonicotinoïden. Als het eenmaal in het water zit, kan het overal naartoe. En wilde planten kunnen dus die stoffen dan ook opnemen. En het wrange gevolg daarvan is dat met de beste bedoelingen in feite een tuin kunnen ontstaan. Met voorbije giftige planten. Wat natuurlijk helemaal niet de bedoeling is. En daarom is het zo belangrijk dat die oppervlaktewatervervuiling aangepakt wordt. Naar mijn mening is het onbestaanbaar dat in de bollenteelt met dergelijke oppervlaktewatervervuiling deze insecticiden mogen worden ingezet. Mm-hmm. Dat is onverantwoord naar mijn gevoel. Mm-hmm. Onverantwoord voor de bijen, maar eigenlijk indirect ook onverantwoord voor de insecten, voor de vogels en uiteindelijk dus ook voor de mens. Ja, uiteindelijk ook voor de mens, omdat wij staan natuurlijk ook in de voedselketen. En als we de insecten op een gegeven moment het leven zwaar gaan maken, dan heeft dat ook gevolgen voor ons. En als mensen nu biologisch eten, heeft dat dan nog zin? Als ik uw verhaal hoor, dan komt dat gif ook in de grondwater. En op het moment dat je dan biologische groenten eet, dan krijg je dus indirect eigenlijk dat gif ook weer mee, of niet? Ja, dat gevaar bestaat inderdaad. Mm. Dat ook organische voeding, terwijl dat niet de bedoeling is, toch in contact komt met die insecticiden. Dat is zeer verontrustend. Maar even terugkomend op de vraag, wat kan een burger doen die zich nu zorgen maakt over alles wat u verteld hebt? Wat kan die burger doen? Een brief schrijven naar de gemeente, een brief schrijven naar de politici? Wat is het beste wat u zou kunnen aanraden aan burgers die dit beginnen te begrijpen? Ik denk de beslissingen worden toch uiteindelijk in Den Haag genomen. Dus ik zou daarop willen aanzetten dat de burgers duidelijk moeten maken dat ze hier een verandering willen. En dat ze dat ook in hun stemgedrag zullen laten merken wanneer de politici niet reageren. Mm-hmm. En bijvoorbeeld zodra de burgers zelf wat onkruid willen bestrijden en bij de supermarkt of bij het tuincentrum Roundup kunnen kopen. Wat zegt u daarvan? Moet je dat wel of niet doen? Nou, kijk, als je onkruid weghaalt, dan haal je daarmee ook een voedingsbron voor insecten weg. Mm-hmm. En ik weet wel dat insecten niet onbedingt populair zijn.
Maar we hebben ze wel nodig. Dus ik zou het zeker op dit moment niet aanbevelen om in een tuin Roundup te gebruiken. Dan toch liever nog schoffelen. Ja. Maar nog beter, laat een beetje onkruid staan. Want de insecten hebben er baat bij. Ja. Dus niet, niet die verleiding ingaan om, om insecticiden te gaan gebruiken in uw eigen tuin om het mooier te maken. Nee, we hoeven toch niet allemaal Engelse gazon te hebben. Ik bedoel, nee. Mag toch een beetje variëteit zijn. Ja. Tuin moet er niet alleen prettig voor de mens, maar ook voor de insecten zijn. Ja, ik vind het heel duidelijk. En ik wil heel hartelijk bedanken voor deze heel nuttige informatie. Graag gedaan, Katelijne. Ik had een vraag nog of... ja, u werkt al heel lang als toxicoloog. Bij een bedrijf of als zelfstandige, hoe werkt dat? Ik heb een kleine BV die in opdracht van de chemische industrie... ook van publieke instellingen toxicologisch werk verricht. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn een deeltraject in de productontwikkeling van een geneesmiddel of van een bestrijdingsmiddel. Of het karakteriseren van het gedrag van een industriechemicaliën. Het is dus, het kan van alles zijn. Het is veiligheidsonderzoek in de breedste zin van het woord wat ik in de opdracht van een opdrachtgever uitvoer. En dat doet u in een klein laboratorium? Als experimenteel werk moet worden verricht, dan ga ik naar een contract research lab en dan spreken we een studie af en die wordt dan uitgevoerd en kijken of alles goed gaat en zorg ervoor dat er een goed rapport uitkomt. En, ja. Ja, boeiend werk. Studiebegeleiding. Ja. Ja, het is heel boeiend werk, omdat je eigenlijk altijd met het onbekende bezig bent. Ja. Je probeert altijd iets te weten te komen, wat er dan toe onbekend is. Mm-hmm. Dat heeft me altijd geïnteresseerd eigenlijk. Daarom denk ik dat ik een goed beroep gekozen heb met wetenschap. Ja, dat op dit moment wat betreft de bijensterfte zijn er nog vrij weinig toxicologen die zich openlijk tot dit probleem hebben bekend. Ik weet niet waaraan het precies ligt, maar het is geen thema voor collega's op dit moment. Er zijn er wel een aantal, maar niet veel. Niet in Nederland in ieder geval, maar misschien in het buitenland? Ook in het buitenland, ja, er zijn er een aantal, maar veel mensen houden zich toch met andere aspecten van de toxicologie bezig, denk ik. Het is toch wel een specialisme. Ja, en misschien ook hangt het er vanaf wie de opdrachtgever is, die heeft bepaalde vragen die in zijn belang zijn natuurlijk. En het is maar de vraag of je dus een opdracht kunt krijgen die dit interessegebied heeft. Ja, er is natuurlijk altijd een opdrachtgever heeft altijd een belang bij, bij onderzoek. En al naar gelang wie opdrachtgever is, wordt er ook rekening mee gehouden. Dus er is inderdaad ook bij universiteiten een enorme afhankelijkheid ontstaan van de derde geldstroom. En dat is voor de onafhankelijkheid van het onderzoek niet altijd even goed. Nee, dat zagen we ook in de uitzending van Zembla, waar de heer Bonmatin daar ook in Frankrijk wat ervaring mee heeft opgedaan. Hè? Ja. Ja, Bonmatin werd wat minder populair bij de producent van het bestrijdingsmiddel, toen hij kritische vragen begon te stellen en ook uitkomsten had, die het gebruik van die stoffen in vragen stelde. Maar het ging vrij ver, hè? Want wat ik begreep is dat hij aangeklaagd werd voor smaad. Oh, dat is mij niet bekend, maar dat zou kunnen. Ik weet dat er processen gevoerd zijn. De president van de Franse Imkersbond heeft een proces aan zijn broek gekregen, dat overigens wel gewonnen. Maar ja, er staan natuurlijk grote interesses op het spel, dus. En die worden waarschijnlijk met handen en tand verdedigd. Ja,
begrijpelijk. Oké, dank u wel.